Vandaag zijn we op de onderwijsdag van de VU. Het is de tweede keer dat we deze dag houden in deze vorm. En het wordt een groot onderwijsfeest. Goedemiddag. Hartelijk welkom op deze onderwijsdag. Fijn dat u er allemaal bent. Nou, we hebben een fantastische keynote speakers. Dat is Pedro de Bruikere. Die komt van de Artevelde Hogeschool in Gent. En hij vertelt over hoe doe je leren en hoe niet. Maar wel, heel interessant, wanneer werken mindmaps? Wie moet ze maken? De student zelf, als ze eenmaal de techniek van mindmaps onder de knie hebben. We gaan over naar de uitreiking van de beste student pitchprijs. Ook mijn tandenborstel laat ik rustig in mijn beker staan. U krijgt zometeen 1 minuut om te stemmen. Ja, de winnaar is ACTA. Wij onderwijzen steeds beter. En dat zie je bijvoorbeeld aan genormeerde tests. We need to invest in the tools, in the ideas. And we thought it would be a very good idea to actually put our money where our mouth is. Vorig jaar de innovatieprijs gewonnen. Wat houdt het eigenlijk in, die innovatieprijs? Nou, innovatieprijs is een initiatief van de VU om, ik denk, docenten te stimuleren om innovatief te zijn in hun onderwijs. Een prijsvraag dus, die in eerste instantie op faculteitsniveau speelt. Dan worden allerlei ideeën verzameld. Dan worden elke faculteit levert 1 idee in. En daar ben ik vorig jaar de gelukkige winnaar van geworden. We hebben toch heel uitdrukkelijk en ook in grote eensgezindheid gekozen voor het project waarin wij vonden dat de ontwikkeling van het onderwijs via iteraties en verbeteringen en het onderzoek van de effecten op de leerprestaties van studenten hand in hand gaan. En dat is het project van Marjolein Zweekhorst met haar team van de faculteit Aard- en Levenswetenschappen. Kun jij ons vertellen waarom FALW deze prijs gewonnen heeft? Ja, dat is eigenlijk omdat in het project zowel gewerkt wordt aan de ontwikkeling van onderwijs via verschillende iteraties, steeds verbeteren van het onderwijs, als aan het onderzoek van de effecten van dat onderwijs. Gefeliciteerd! Een eerste reactie op het winnen van deze prijs. Oh god, oh ja, ik ben er heel erg blij mee. En ik heb heel veel zin om dit onderzoek dit jaar te gaan doen. Dus ja, ik ben er super blij mee.